Oké, okay, voilà. Ik denk dat we daar gaan beginnen. Goedenavond, middag iedereen. Bedankt voor te komen naar het Kids at Home 2023-eventje. Waar dat we een beetje uitleg gaan geven over command line, vooral Git, hoe het werkt, hoe dat je het best gebruikt, een paar tips en tricks en nog een paar andere dingen. Het is vooral gericht aan de eerstejaarsstudenten. Veronderstel dat zij daar het meest gaan bij bijleren. Maar het is ook wel nuttig voor andere mensen om een beetje de kit op te frissen en de basis terug opnieuw te bekijken. Wat gaan we doen vandaag? Ik heb een PowerPointje voorbereid. Wat gaan we vandaag allemaal behandelen? Om te beginnen, wat is Git en waarom gebruiken we dat? Hoe werkt de Git Workflow App? Dus een beetje een overzicht van hoe dat het in zijn werk gaat. De configuratie van Git, heel klein beetje. En de commando's die je gebruikt om met Git te werken. Dan gaat dat vooral over op uw lokale repository. We gaan nog zien wat dat precies is. Dan gaat het ook hebben over collaboration, hè, samenwerken met andere mensen. Dat gaat dan vooral over GitHub, hè, en hoe dat je commando's van Git gebruikt, command line, om te interacteren met een remote repository. Dus pushen en pullen van een GitHub. Dan gaat het ook nog even hebben over branching, wat dat precies is, waarom dat we dat kunnen gebruiken en wat dat daar de commando's voor zijn. En op het einde van de rit. Gaan we ook nog een paar tips en tricks meegeven van ons naar jullie toe, die jullie misschien handig kunnen vinden in het gebruik van Git. Moesten jullie vragen hebben, zet ze gerust in de chat. Ik ga die een beetje in doorhouden. Je mag altijd onderbreken ook, dat is zeker geen probleem. Op het einde ga ik ook wel nog een momentje voorzien voor vragen, dus die zijn altijd welkom. En als er dan geen vragen zijn nu, dan ga ik eraan beginnen. We zullen dan beginnen met: wat is Git? Nu, voordat we beginnen, even zeggen dus, hè, we behandelen de basis van de command line hier. Dus de meest voorkomende zaken, dus hetgeen dat je het meest gaat doen. Git is een ja, is open source, gigantisch handige software, heeft heel veel opties. Je kunt daar immens veel mee doen. Veel dingen zijn ook wel heel niche, maar wij gaan dus vooral de basis behandelen. En als het dan gaat over de rest van de dingen, dus we gaan de installatie van Git gaan we niet behandelen. Dat is redelijk straightforward. Ik denk dat dat ook wel gezien wordt in de lessen. Dat kan je ook gewoon eens opzoeken, dat is redelijk voor de hand liggend. En ook het aanmaken van SSH-sleutelparen om met GitHub te poolen, dat gaan we hier ook niet behandelen. Dat kunnen we later misschien nog doen, maar we gaan er hier gewoon hebben over de concepten en hoe het werkt en niet alle setup doen, anders zouden we een beetje te veel tijd daaraan verliezen. Goed, dan gaan we beginnen. Waarom zou je Git moeten gebruiken? Behalve dan natuurlijk dat je het moet gebruiken in de opleiding bij je projecten. Wat is de reden daarvoor? Wat is Git? Nu, Git is een systeem om verschillende versies van code, documenten en bestanden bij te houden. Hè? Of dat heet het een version control system. Nu, fun fact, dat is ontworpen ja, in 2005 door Linus Torvalds. Gekend omdat dat eigenlijk ja, de grondlegger is van de Linux-systemen hè, in de tijd. Nu werkt die man wel niet meer aan Git mee, dat is overgedragen. Maar hij heeft dat wel ontworpen oorspronkelijk. En het idee van Git is eigenlijk een soort van gedistribueerd systeem van de version control. Dus eigenlijk, in plaats van dat je één dikke server hebt staan ergens, waar alles op staat, heeft iedereen een lokaal bestandje waarin dat eigenlijk alles wordt bijgehouden. Nu, Git heeft ook heel veel implementaties, vooral grafisch dan, hè, maar ook andere implementaties, zoals GitHub, Gitkraken, GitLab. Sommige IDE's hebben ook implementaties van Git die grafisch zijn. Denk bijvoorbeeld in het SDP-project, in die clip gebruiken we dan in onze opleiding, dat je daar ook van die knopjes hebt dat je gewoon via de grafische interface je Git-commando's kan uitvoeren. Nu, dat is allemaal heel handig natuurlijk, hè? Maar het nadeel aan grafische implementaties is dat je eigenlijk niet zo goed weet wat er precies gebeurt op de achtergrond. En als er dan iets misloopt, is het een beetje moeilijker om te debuggen. Dus vandaar dat we hier nog even willen stilstaan bij de onderliggende commando's. Hè, want zo'n grafische implementatie, dat gebruikt wel gewoon op de achtergrond die commando's. Het is een beetje vergelijkbaar met de interface van Windows en PowerShell. Hè. Je klikt op dingen, maar onderliggend gebeuren er systeemdingen via PowerShell. Dat is een beetje het idee van wat we vandaag doen. En dat is waar Git dus rond draait. Nu, ik ga een beetje uitleg geven over de Git workflow. Ik heb daar een paar prentjes voor om het een beetje te visualiseren. Het kan zijn dat het in het begin een beetje verwarrend is, zeker als dat de eerste keer is dat je over Git leert. Maar ik ga mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Als er vragen zijn, stel ze gerust. En later gaan we ook wel deze commando's die je allemaal ziet, bijvoorbeeld Git add, Git commit, gaan we allemaal wel individueel behandelen. Dus daar gaan we nog zeker meer uitleg over geven. Wat is het basisconcept van Git? Hè?
Je hebt dus een working directory, dat zie je hier links. Dat is zogezegd waar jij in aan het werken bent op jouw lokale systeem. Dat is een folder, een map met alle bestanden en gegevens in die je gebruikt voor een persoonlijk project. Je kan Git voor van alles gebruiken. Voor code, wat het ook mogen zijn. Dat is dus lokaal op je PC. Ja, dit wordt inderdaad opgenomen, Benny, en later gedeeld. Ik heb dat bij het studie-event ook gedaan. Ik neem dat nu zelf op met mijn scherm en mijn voice. En dan ga ik dat op de SharePoint zetten met toegang voor iedereen. Dus geen zorgen, alles komt online normaal gezien ook. Zoals ik zei, hier links zie je de working directory. Dat is eigenlijk je map waar je in aan het werken bent. Dat is hetgeen dat je ziet meestal in je mappenstructuur op je lokaal toestel. Hè. Er zijn eigenlijk meerdere manieren en plaatsen waarop dat bestanden worden opgeslagen. Je hebt dus je eigen working directory. Dan heb je wat men noemt de staging area. Je kunt dat een beetje vergelijken met een soort van klad, zeg maar, of een tussenstap. En dan heb je een lokale repository, of de head. Deze eerste drie stapjes zijn allemaal lokaal. Dus dat is allemaal op je eigen systeem. En dan gaan we later de commando's zien om bijvoorbeeld de wijzigingen die je toebrengt in je working directory om te zetten naar je staging area. En die dan naar je lokale repository op te slaan, of als je er niet van tevreden bent om ze terug te zetten. Dus deze eerste drie gaan over de lokale Git-opslagplekken, zo gezegd. En deze laatste, de remote repository, hier staat nu master, dat wordt ook wel main genoemd. Dat gaat dan over een andere repository. Je kunt dat een beetje vergelijken met de cloud, hè, die ergens online staat, de typische GitHub-repo, waar dat je dan ook van je lokale toestel naar kan pushen, hè, dus jouw repository op de cloud zetten of de dingen van de cloud naar jou toe trekken. Dat is een beetje conceptueel. Hier zien we dat ook nog eens goed terug. Hè. Dus je hebt hier deze drie zijn lokaal. Dat is op je eigen toestel, deze commando's die je uitvoert. En dan heb je de remote. Dat is dan typisch voor ons GitHub. Dat ga je ook doen in de projecten, ga je dat vaak gebruiken. Zowel voor development als voor IT operations gebruiken we daar allemaal GitHub voor. Dat is een beetje de structuur. Dat kan een beetje verwarrend zijn in het begin, maar dat gaat wel redelijk snel duidelijk worden. Ook eens dat je daarmee begint te prutsen, wordt dat wel redelijk snel evident. Nu, voordat je begint met Git te werken, hè, moet je natuurlijk eerst Git installeren, maar zoals gezegd gaan we dat niet behandelen hier. Maar dat is relatief simpel op het internet, Git install, of via, als je op Linux-systeem zit, is het gewoon met je package manager, APT, of wat je ook gebruikt. Installeer je Git, hè, en dan krijg je alle features van Git beschikbaar. Wat je best eerst doet, is je Git-configuraties aanpassen. Dus los van het feit dat je ook je sleutelparen wilt toevoegen om met een GitHub-repository te verbinden, ga je ook je lokale Git-dingen aanpassen. Dit zijn de belangrijkste. Hè. Je doet Git in een terminal dan, of via Git Bash op Windows, ga ik straks nog even tonen. Typ je dan Git-config global-user.name en dan tussen aanhalingstekens jouw username. En dan heb je ook user.email en dan je e-mailadres. Dat ga je voor je projecten ook moeten doen, met je Hoogent GitHub-account dan dat je aanmaakt. Dan moet je die zeker instellen. Dat is belangrijk, want op de GitHubs bijvoorbeeld heb je altijd je commits. Je kan altijd zien wie dat wat gecommit heeft en wanneer. Dus dat is wel belangrijk dat de juiste credentials daarbij staan, zodat je kan tonen dat jij wel degelijk iets gecommit hebt en wat dat je dan gedaan hebt. Dat is een beetje de basis voordat je begint met eender wat te doen. Dat is het eerste dat je doet. Dan kan je beginnen eigenlijk werken met Git. Als je zelf je version control system wil doen, als je zelf wilt beginnen, kan je in de map navigeren via CD of op een andere manier, of de terminal open doen in je map, waar dat je wilt zeggen, deze map wil ik version control op toepassen. Dan open je de Git bash of de terminal en dan typ je git spatie init spatie de naam van je repository. En dan ga je eigenlijk een soort van mapstructuur aanmaken en dan wordt je Git geïnitialiseerd daar. En dan kan je beginnen werken, dan kan je in die map een bestandje aanmaken of dan kan je je code daarin zetten, beginnen werken. En dan moet je natuurlijk ook wel zorgen, zoals ik eerder zei, je hebt hier je working directory en dan moet je die naar je staging area krijgen voordat je ze commit in je local repository. Dus de eerste stap is git add. Op die manier voeg je ze toe aan je staging, aan je kladblok zo gezegd. Je hebt daar twee opties in. Ofwel doe je git add punt en dan ga je eigenlijk alle mappen en alle bestanden recursief vanaf waar je nu zit toevoegen. Ofwel doe je git add spatie en dan de specifieke bestand dat je wilt toevoegen. En als je zegt van oké,
Ik wil enkel dat ene bestand opslaan in mijn version control, dat andere niet. Kan je op die manier specifiek eentje toevoegen. We gaan dan later ook nog zien dat er ook manieren zijn om aan Git te zeggen, oké, Git, deze bestanden in de map wil ik nooit toevoegen aan mijn Git. Dat heet dan een Git ignore, dat gaan we later nog zien. Dit zijn de commando's om van je lokale repository naar je staging te gaan. Dan heb je ook nog een manier natuurlijk om van je staging naar je lokale repository te gaan, waar je dan eigenlijk het opslaat, zo gezegd. En dat doe je aan de hand van het volgende commando, git spatie commit, spatie streepje m, dus optie m, staat voor message, want natuurlijk, elke commit dat je doet, wil je liefst zo goed mogelijk beschrijven, zodat je achteraf kan zien van, oké, wat heb ik met deze commit bereikt, als er ergens een bug zit in je code bijvoorbeeld, oké, die zal ik daar geïntroduceerd hebben. En dan geef je tussen aanhalingstekens daarna mee welke message je wilt meegeven. Bijvoorbeeld, een eerste commit is vaak bestand toegevoegd en dan de naam van het bestand. Je moet daar zelf een beetje, daar zijn wel een beetje best practices voor om het zo beschrijvend mogelijk te maken. Maar je mag daarin zetten wat je wilt. Je moet dat wel altijd doen. Je moet wel altijd een message meegeven. Dat is ook maar logisch natuurlijk. Stel nu dat je zegt, oei, ik heb iets toegevoegd via add bijvoorbeeld, dat ik niet wil toevoegen. Ik wil dat eigenlijk niet bewaren. Kan je dat aan de hand van git reset doen. Dus dan ga je van je staging eruit terug naar je working directory. Dan haal je die eruit. De git reset gaat weer alles doen, gelijkaardig aan de add punt. En dan heb je ook git reset dash specific file. Dan ga je gewoon één specifieke file eruit halen uit je staging. Wat je ook kan doen, gelijkaardig aan die remove van de staging, je kan ze ook van je repository doen. Dat commando is een beetje anders. Dan doe je git spatie reset spatie head tilde 1. Nu, dat is misschien een beetje verwarrend. Waarom staat daar head tilde 1? De head is eigenlijk een soort van pointer, kan je dat zien, naar de recentste versie, zo gezegd. Dus in je lokale repository heb je dan je meest recente versie. En hier zeg je gewoon, oké, git reset naar de head min 1 eigenlijk, dus 1 versie terug. De vorige head, die gaan we als voorste aanduiden. Dus eigenlijk ga je dan een stapje terug, zo gezegd. Daar komt het op neer. Dat is misschien een beetje abstract, maar dat ga ik straks wel nog even tonen. Op het einde, hoe dat concreet werkt. Maar dat is een beetje de basisstappen en commando's voor hoe dat je lokaal met Git kan werken. Nu, geen zorgen, ik hou die PowerPoint nog wel eens beschikbaar stellen, dat je dat altijd kan terugvinden. En achteraf ga ik ook wel een paar links met jullie delen, waar je dit ook allemaal wel terugvindt. Er is zeker genoeg informatie online, dus we gaan die ook met jullie delen. Nu, dat is allemaal heel interessant, dat je kan in je lokale repository version control doen, dat je voor jezelf weet van, oké, dat is niet zo goed als deze vorige versie, ik ga terug naar de vorige versie. Dat is op zich al heel handig. Maar wat dan nog handiger is als je met meerdere mensen tegelijk kunt samenwerken aan een repository. En dat is dus eigenlijk de Git-implementatie van GitHub, de standaard remote repository werkwijze. Dus dan kan je met meerdere gebruikers samen aan een version control system werken. En het verschil daarin is dus dat je nog een extra stapje hebt voor jouw computer bijvoorbeeld. Als jij zegt, oké, ik heb in mijn lokale repository deze wijzigingen opgeslagen. Nu zou ik graag hebben dat die in de remote repository komen, zodat mijn team die ook ziet, dat mijn team daar verder op kan werken bijvoorbeeld, concreet. Dat is dus wat we hier moeten doen. We moeten zorgen dat die naar de remote repository geraken. Nu, als we verder, stel je voor dat we vanaf nul begonnen waren daarnet, dan moeten we natuurlijk wel nog een remote repository toevoegen, want dat is niet standaard. Dus dan ga je terug, zoals daarnet, in je map waar je git init gedaan hebt. En dan ga je daarin. En dan kan je doen git remote add origin. En dan de URL van je GitHub pagina. Ik ga dat straks nog eens met een voorbeeldje uitleggen. Maar als je een GitHub account hebt, kan je daar bijvoorbeeld, als er nog geen project aanmaakt, zou je ook in theorie een nieuwe repository kunnen aanmaken. En die dan gewoon linken met jouw device of die klonen. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Maar dus op deze wijze verbind je eigenlijk met een repository. En dan een extra stapje. Stel dat je, zoals daarnet, gecommit hebt naar je local repository en je wilt die naar je remote repository krijgen, dan doen we git push. Je hebt ook deze optie, uorigin main. Dat is een beetje extra. Dat heeft te maken met branches een beetje, daar gaan we het later nog over hebben.
Maar in de meeste gevallen ga je gewoon git push doen. Je kan ook nog instellingen aanpassen dat als je pusht, dat dat op bepaalde manieren standaard gebeurt. Maar de git push is het commando waarmee je van je local repository de wijzigingen doorvoert naar de remote repository. Stel dat je die stap van daarnet niet gedaan hebt, stel dat je niet git init gedaan hebt, maar er is een repository online beschikbaar. Dat is heel gelijkaardig aan wat je gaat doen of al gedaan hebt voor projecten aan de hogeschool. Zij geven nu een GitHub Classroom dan meestal en daar zit al een repository in met startersbestanden. En dan is de bedoeling dat je die cloont, dat je die repository cloont. En dit is dus de werkwijze daarop. Dan doe je git clone en dan voeg je de URL in van die remote repository die beschikbaar is. Nu natuurlijk, als je werkt met remote repositories, dat hebben we in het begin ook een beetje aangehaald, is het belang van die SSH-keys daar wel, dat je moet zorgen dat die correct ingesteld zijn. Want anders zou eender wie zogezegd een repository kunnen klonen, daar alles van verwijderen en dan pushen. Dat is dus niet de bedoeling. Dus op die manier vermijd je dat. Hè. Dus je moet wel zorgen dat die SSH-key, dat die toegang correct ingesteld is. Maar indien dat het geval is, dan moet je gewoon git clone URL en dan kan je die binnentrekken volledig. Dan zijn er nog een paar andere dingen. Hè. Je kan dus pushen naar de remote repository, maar je kan natuurlijk ook de veranderingen van andere mensen die op de remote repository staan, binnenhalen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Nu, het eerste dat je kan doen, hè, als we terugdenken aan die stapjes, ik ga ze nog even boven halen. Je moet natuurlijk eerst van de remote repository naar jouw local repository, om dan zo naar jouw working directory te gaan. Dat is een beetje het stappenplan. Dus allereerst moet je dan zorgen dat je van de remote repository naar local repository gaat, aan de hand van het git fetch commando. Dat is redelijk evident. En dan, om de files van de lokale repository naar jouw working directory te krijgen, doe je een git merge. Nu, dat zou willen zeggen dat je elke keer, als je de wijzigingen wilt afhalen, dat je eerst moet git, git fetchen en dan nog eens git mergen. Dat zou redelijk lastig zijn als je dat elke keer moet doen, zeker als je met kleine changes werkt en in team dat je veel moet pullen pushen. Dan ga je het pull commando doen. Hè. En wat doet het pull commando? Dat is eigenlijk effectief een samentrekking van fetch en merge die je dan uitvoert. Dus je gaat eerst van de remote repository naar jouw local en dan gaat hij het in de working directory proberen zetten. Nu, ik zeg proberen zetten. Waarom zeg ik proberen? Lukt dat dan altijd? Wel, hangt er een beetje van af. Git is wel intelligent, hè? Op die manier dat hij vaak vanzelf de merge kan toepassen. Hè? Dat er geen conflicten zijn aan de hand van algoritmes. En ja, de mensen die heel slim zijn, die de achtergrond van Git hebben geprogrammeerd, die hebben daar rekening mee gehouden. Dus in sommige gevallen gaat je gewoon probleemloos kunnen poelen. Hopelijk is dat de meerderheid van de tijd. Maar soms kan er wel eens een merge conflict voorvallen. Omdat Git niet precies weet wat dat de bedoeling is. Ik ga dat eens een beetje proberen beter uitleggen. Hier links kan je dat bijvoorbeeld zien. Stel dat je allemaal begint vanaf dit punt C, in de remote repository, en iemand poelt aan deze kant aan het werken, en iemand werkt hier, of is een branch, dat kan ook. En iemand zegt, oké, okay, op lijn 7 staat er een divke met 1, hè, dat gaat dan over HTML specifiek. Ik ga dat aanpassen naar 2. En iemand anders zegt tegelijkertijd, oké, okay, oh ja, hier staat 1 in die div, maar dat moet eigenlijk 4 zijn. Ik ga daar 4 van maken. En die twee mensen proberen dat dan tegelijk op die remote repository bijvoorbeeld te zetten terug. Ja, maar ja, dan weet Git natuurlijk niet wat dat die moet doen, want als het nu een tekstje toegevoegd zou hebben of zo, dan kun je zeggen, oké, okay, ik plak dat eronder. Sommige dingen kan Git vanzelf. Maar hier is het gewoon, ja, inhoudelijk. Git kan niet voorspellen wat dat de bedoeling is. En dan krijg je dus een soort van, hier rechts kan je dat zien, een conflict. Dat ziet er altijd een beetje zo uit. Dat is, ik vond dat altijd heel vreemd zelf in een software development project, omdat dat een beetje vreemd is. Maar eigenlijk zie je hier, hier zie je head tussen die twee streepjes, is eigenlijk wat er misgegaan is. Onder head zie je dan wat er in de ene zit. Dus dan heb je deze list, dat is van HTML, zit duidelijk een soort van navbar in. En dan heb je de andere, op een andere branche zit in dit geval, die iets anders zegt. En de bedoeling is dat je als developer dan dat hier weghaalt, hè, dus vanaf die UL, dat je dit fixt en dat jij daar inschrijft, in dit geval
wat er nu precies moet staan, wat het eindresultaat moet zijn. Dat is wel belangrijk, zeker als je in team werkt, als je een merge-conflict hebt, of als je branches merge, daar gaan we het later ook nog over hebben, dat je wel duidelijk communiceert wat dat de bedoeling is. Want in het voorbeeld hier links, hè, stel je voor dat jij deze persoon bent, je hebt dat aangepast naar twee, jij krijgt de conflict en jij ziet dat die andere persoon daarvoor van wil maken. Kun jij wel zeggen, ja, oké, ik ga daartoe van maken, want dat is mijn versie. Het zou kunnen dat daar een reden voor was dat die andere persoon dat op voorgezet heeft. Dat is nu heel, heel basic dat ik het uitleg. Maar het is wel belangrijk dat je dat in team overlegt, wat er dan moet gebeuren. Je kan dat natuurlijk zelf altijd ook proberen minimaliseren. Maar in grote teams is dat vaak wat moeilijker om merge-conflicten te vermijden. Zeker als je nog niet lang met Git werkt, dan moet je een beetje aan wennen natuurlijk. Maar je moet daar niet zo bang van zijn van merge-conflicten. Meestal, het is gewoon een beetje extra werk, lijkt het soms, maar dat is eigenlijk niet zo'n big deal. Als je je eerste paar merge-conflicten opgelost hebt, ga je wel doorhebben van oké, op zich dat merge-conflict is nog niet zo erg. Het moeilijkste gaat zijn het overleg in team. Zoals wel vaker. Alright, dan gaan we het even hebben over. Ja, voordat ik verder ga, zijn er nog vragen hierover. Want het is natuurlijk een beetje abstract misschien. Als ik er iets te snel over ga, kan ik zeker nog eens teruggaan om aan te duiden. Ik heb het net ook gezegd, alles dat hier staat in de slides, ga ik jullie nog meedelen of in de Discord zetten als dat kan. En sowieso de opname die ik aan het maken ben, komt ook online te staan. Die kan je altijd eens terugbekijken. Dus als ik erop ga, moet je het zeker maar zeggen, dan ga ik even wat trager of dan leg ik nog een beetje extra tijd. Als er geen vragen zijn, dan ga ik gewoon op mijn gemak een beetje verder gaan met het volgende onderwerpje, namelijk branching. Daar heb je waarschijnlijk wel al van gehoord. Ik heb dat zelf persoonlijk in SDP, mijn eerste jaar, niet gebruikt. Maar dat had wel handig geweest, vond ik persoonlijk, maar dat is een beetje wennen. Wat is branching? Hier is een afbeelding die het wel duidelijk maakt. Dus zoals we daarnet zeiden, hè, beeld in dat deze groene lijn de geschiedenis, zeg maar, is van jouw GitHub-repository, van jouw Git. Hè. Dan heb je op een bepaald, dan heb je hier vier, ja, je kan dat zien als ja, pushes hè, van mensen. Dus bijvoorbeeld versie 1, versie 2, versie 3, versie 4. Master branch, dat heet ook wel main. Zo. Wat als er op een bepaald moment, hè, beeld u in dat je met een team van developers werkt of zo, aan een webapplicatie. En je wilt iets nieuws toevoegen, hè, bijvoorbeeld in dit geval een feature. Hè, je wilt de webshop toevoegen. Het zijn allemaal voorbeelden, dat kan eender wat zijn. Dan zou het wel ambetant zijn als je hier, want je moet natuurlijk, het idee van Git is dat je altijd kleine iteratieve aanpassingen maakt die werken, zodat je niet opeens alles kapot maakt. Dus heel veel kleine commits. Dat zou misschien een beetje ambetant zijn. Stel je voor dat je hier de hele tijd kleine stapjes doet, terwijl het werk van andere mensen ook voortgaat. Als je dat met een heel team van devs doet, dat wordt dan nogal snel heel onoverzichtelijk en niet zo duidelijk. En dan kan dat heel snel leiden tot merge-conflicten, die dan soms misschien fout worden opgelost, waardoor dat je nog meer vertraging hebt. Je ziet het al. Dat kan heel tedious zijn. Wat doet men dan meestal? Dan doet men aan branching. Dan zegt men op een gegeven moment, oké, kijk, dit punt van de main branch, van de main, we gaan daar uitbranchen. We gaan daar bijvoorbeeld een feature branch van maken. En je geeft die dan een naam, zoals webshop branch. Allee, dat is nu wel een stom voorbeeld, maar dat kan. En dan ga je dat uitbranchen. En dan wordt er eigenlijk synchroon aan meerdere branches gewerkt, hè? Zodat je eigenlijk die een beetje opsplitst, zodat je niet de hele tijd hier moet committen en pushen en wat nog, en pullen en zo, maar dat je dat op een apart trajectje doet, hè? Dat is hoe dat abstract gezien werkt. Nu ga ik even de commandootjes daarvoor tonen. Stel dat je een nieuwe branch wil aanmaken. Zo simpel als git spatie branch spatie de naam van je nieuwe branch. Wil je dan wisselen naar een andere branch? Hè, want op het moment dat je die branch aanmaakt, ben jij wel nog altijd aan het werken op je main branch. Dus stel je, oké, ik wil beginnen werken in die andere branch. Ik wil daar werken aan een andere feature. Of aan een bugfix, dat is ook een optie. Dan gebruik je het checkout-commando. Git checkout en dan de naam van de branch. Wat je ook kan doen, is de twee combineren. Je kan gewoon zeggen, oké, ik wil een nieuwe branch aanmaken en ik wil daar vanaf nu beginnen werken. Ik heb zin om die feature hier te maken. Dan doe je git spatie branch, optie B, spatie de naam van je nieuwe branch. En dan ga je automatisch daar ook al in beginnen werken. Nu natuurlijk moet je natuurlijk weer al een beetje overleggen in team als je met een
remote repository werkt, want als iedereen vijf branches begint aan te maken, dan zit je eigenlijk wel nog meer in de soep dan oorspronkelijk, zeker als je ze dan weer gaat samenvoegen, waar we het later gaan over hebben. Dus bespreek dat wel in team, maar dit zijn dus de commando's waarmee je een branch kan aanmaken en naar wisselen om daarop te werken. Nu, als je zo'n branch aanmaakt op een bepaald moment, stel je voor dat het is een feature branch of een bugfixing branch, dat kan ook zeker. Op een bepaald moment, hier dan bijvoorbeeld, waar mijn muis nu zit, is die feature af of is die bug gefixt? Dan is je werk klaar voor die branch en ondertussen is er op de main branch ook verder gewerkt. Wat is dan de bedoeling? Wel, net zoals dat we moeten gaan mergen bij onze eigen dingen, als er een gewone is, als er gepusht wordt, gaan we hier eigenlijk deze hele branch mergen met de main branch om die feature of die bugfix te integreren in in de hoofdbranch, zodat die bug wordt opgelost of dat die feature wordt toegevoegd. Ook daar natuurlijk zijn er een paar commando's voor. Maar hier is het belangrijk dat je ze op de juiste manier uitvoert. Want als je de commando's die je gebruikt is git checkout, maar je moet zorgen, je moet eerst navigeren naar de branch die je wilt mergen, maar je moet je bevinden in de branch waarin dat je wilt mergen. Dus in dit geval, beeld je in dat we hier een main branch hebben en dan hier een feature branch. Je moet zorgen dat je die commando's uitvoert vanaf de main branch, zodat hij die features binnentrekt en op deze manier mergt, dat je het niet omgekeerd doet. Dus de bedoeling natuurlijk dat je main branch die changes in zich opneemt en niet dat je feature branch heel de main branch mergt. Dat is niet de bedoeling. Dus wat doe je dan? Je gaat naar de main branch aan de hand van git checkout main. En dan doe je git spatie merge spatie en dan de naam van de branch die dat je wilt integreren. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat doet van op de branch waartoe naar dat gemerged wordt. Dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is wel heel belangrijk. Nu, normaal gezien, voor de projecten die wij gaan doen, voor developers is dat zeker interessant, branching. Voor de IT-operations, en dan heb ik het specifiek over het tweede jaar, want SEL ga je dat niet moeten doen. In het tweede jaar is er ook een project, en wij gebruiken daar ook Git voor, daar zijn we nu mee bezig. Bij ons wordt het gebruik van branches afgeraden. Dat is omdat de insteek van developers en IT-operations een beetje anders is. Bij IT-operations is het niet zo dat je echt de manier van werken is ook anders. Je werkt niet met Scrum, maar je werkt met Kanban, dat ga je ook allemaal nog leren. Dus het is niet zo dat je altijd branches moet gebruiken, maar in veel gevallen zijn die wel heel handig. Dus het is ook wel nuttig om te weten hoe dat die werken. Dus het is belangrijk om daar eens goed over na te denken, zeker in teamverband. Je kan ook als team beslissen: nee, we gaan niet met branches werken, we gaan gewoon goed communiceren. Het is niet altijd even makkelijk, maar dat kan je ook beslissen. Maar in het eerste jaar denk ik niet dat je nog veel druk moet maken over branches. Maar het is wel handig om te weten hoe ze werken. Oké, dus dat was het een beetje over branches. Dat zijn zowat de hoofddingen. Zijn er daar mensen die daar vraagjes over hebben of die een beetje extra info willen? Stel gerust je vragen in de chat of unmute de mic. Zeker geen probleem mee. Dat was zo'n beetje de allerbasic. Nu, ik heb het allemaal redelijk theoretisch en misschien een beetje abstract uitgelegd. Ik ga straks nog eens tonen hoe dat je dat concreet doet. Ik heb een voorbeeldrepositorietje gemaakt, kan ik een beetje tonen hoe dat in zijn werk gaat. Maar dit was zo wat alle in grote lijnen wat dat we gingen behandelen. Als daar geen vraagjes over zijn, kan ik nog even wachten als mensen nog aan het typen zijn. En dan ga ik daarna verder naar zo een beetje de tips en tricks en de ondervindingen van ons, die jou misschien ook kunnen helpen bij het gebruik van Git. Ik zeg het Git, eigenlijk het eerste jaar persoonlijk. Heb ik enkel in Eclipse gebruikt voor SDP met die grafische interface, met die knopjes. Hè. We hebben daar ook redelijk wat miserie mee gehad. En dat was er één iemand in mijn team die daar redelijk veel miserie mee had. En een vriend van mij had op een gegeven moment gezegd van oké, weet je wat, het werkt niet met die grafische interface, ik ga het met de GUI doen. En wij dachten allemaal toen, oei, oei, oh, wat is dat? En die man zat dan ook in de terminal bezig. Hè. En wij vonden dat allemaal heel gek. Maar eigenlijk is dat wel heel praktisch en het is eigenlijk niet zo ingewikkeld als dat je zou denken. Dus het is wel handig om te weten, denk ik. Goed, ik denk niet dat er vraagjes zijn, dan ga ik gewoon verder gaan.
met de laatste tips en tricks en dan daarna nog een klein demootje geven. Dus een paar dingen die dat wij jullie kunnen aanraden. Ten eerste, probeer zoveel mogelijk te committen en hou je commits redelijk klein en ook atomair. Wat wil dat zeggen, atomair? Wel, probeer altijd in kleine stukjes, hè, zoals atomen, probeer altijd kleine stukjes af te werken die werken om die toe te voegen aan het geheel. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld je hele codebase, je zou in theorie je hele applicatie met twee pushes kunnen maken op je remote, maar dat is helemaal niet praktisch, want als je dan de ene helft van je applicatie pusht en het zit vol met bugs, ja, dan gaat je niet weten waar dat je moet zoeken. Terwijl als je altijd commit per commit werkt, kan je heel makkelijk terugkijken, kan je heel makkelijk vinden waar een probleem geïntroduceerd is. Dat je ziet van, oké, vanaf deze commit hebben we duidelijk wat problemen met dit aspect van de applicatie of met dit stuk van het script. Het is bizar, we gaan eens moeten kijken naar daar. En dat heeft ook te maken met de volgende tip. Zorg voor goede commit messages. We hebben dat daarnet gezien. Als je een commit doet in je lokale repository, moet je daar altijd een message aan geven. Ik ben daar ook schuldig aan. Dat eerste jaar heb ik ook heel vaak ook goed gedaan. Probeer of help of oké, please werk. Dat is allemaal wel funny. Je hebt daar allemaal geen zin in op het moment zelf om die commits, om die messages uit te schrijven. Maar je gaat jezelf wel dankbaar zijn later als je opeens iets moet zoeken. Dat je niet tussen al die commits moet gaan scrollen en in je geschiedenis moet zoeken in de hoop dat je gaat tegenkomen waar dat er iets zit dat je op zoek naar bent. Dus die commit messages zijn heel belangrijk. Probeer er al een beetje in te oefenen. Je moet geen expert zijn. Je moet ook niet heel regel per regel je veranderingen doorvoeren, maar gewoon een kort tekstje met ik heb dit bestand aangepast met dit tool is meer dan voldoende. En dan kun je al heel ver geraken. En wat ook nog belangrijk is, dat heb ik ook al een paar keer aangehaald, is communiceer met je teamgenoten als het gaat over collaboration en werken met een GitHub, met een andere remote repository. Zorg zeker dat je communiceert. Je kunt niet alle merge conflicten vermijden, maar wat je wel kan doen, is een goede taakverdeling opzetten, goed communiceren, oké, wie doet wat, zodat je toch al een pak minder merge conflicten hebt, dat ik niet, terwijl jij aan het werken bent aan iets, een typfoutje uit je document haalt, waardoor dat een heel andere structuur krijgt, waardoor dat die git-conflicten komen, puur omdat ik ja, in uw tekst bezig was, zo gezegd. Op die manier kan je het ook wel een beetje vermijden. En als je merge-conflicten hebt, niet panikeren, je kan dat zeker oplossen, maar dan ga je ook wel een team moeten communiceren van, oké, wat is nu de juiste oplossing hiervoor? Wat is de juiste, het juiste eindresultaat dat we willen? Dat is ook wel belangrijk. Nu, wat ik zeker kan aanraden, uit eigen ervaring ook, is GitHub. Ja, je kent dat allemaal. Je hebt waarschijnlijk allemaal een Hoogent-account aangemaakt. Je kunt ook een eigen persoonlijk GitHub-account aanmaken. Dat is ook straks waar ik een klein demootje ga geven. Het is heel handig en het helpt je heel veel als je daar gewoon eens een beetje op oefent. Je moet daar niet per se voor een hele applicatie schrijven of iets, een volledig script uitwerken of een hele codebase van een of andere backend, dat hoeft allemaal niet. Maar je kunt daar wel heel makkelijk in oefenen. Maak je een repository aan via GitHub, voeg die keytjes toe, hou het redelijk low-key, pun intended, en dan doe je gewoon een beetje pushen, pullen, kijk eens wat er gebeurt. Je kunt zelf expres een conflictje maken, dat proberen oplossen, en dat gaat je heel veel helpen om al die theoretische dingen die ik nu heb uitgelegd, in de praktijk wel te oefenen. En dan persoonlijk, dat is iets dat misschien iets te specifiek is, maar daar ga ik toch wel even ook voor melden. Ik had het ook gezegd daarnet. Ik doe de IT operations richting in het tweede jaar, dus geen development. Maar wij gebruiken natuurlijk ook GitHub, maar wij werken niet met branches. Hè? Dus ik ga even nog terugscrollen, ik ga even doen. Dus dit is branches, hè? Dus je weet dat nog, met die twee dingen die je dan later terug merged. Wij werken daar niet mee. Waarom? Omdat wij, ja, onze werkwijze is heel anders. Wij moeten niet consistent aan één codebase werken. Wij hebben eerder een ticketing system op andere niveaus. Waardoor dat wij vaak, om het heel plat te zeggen, redelijk veel brol moeten opkruisen. En onverwacht. Om daar elke keer een branch voor aan te maken, dat zou eigenlijk meer administratief werk zijn. En meer werk vereisen dan gewoon zo met Git te werken in één main branch. Dat heet dan trunk-based development, dat moet je niet per se weten. Dat is wel handig om al eens gehoord te hebben. En dat is wat wij dan gebruiken in de IT-ops. Dus als jij IT-ops gaat doen, is de kans ook groot dat je dat in jouw project gaat gebruiken. Het is natuurlijk niet illegaal om te werken met branches als je IT-ops doet. Sommigen doen dat wel.
Maar dan gaat je wel veel op kwijt hebben en dan gaat je redelijk veel administratieve werk hebben ook. Dat geef ik gewoon even mee. Dat is niet om jullie aan te raden om niet met branches te werken. Het is gewoon interessant voor de mensen die IT-operations gaan doen. En ook voor de developers om te weten dat er andere werkwijzen zijn. En dat daar ook opties in zijn. En het hangt er allemaal vanaf hoe dat je in je team werkt en waaraan dat je werkt. Hè. Dus dat zijn zeker geen rules set in stone. Je moet daar een beetje zelf in kijken. Later als je werkt, gaat dat ook in teamverband. Je gaat dat zelf niet individueel beslissen. Daar gaat wel een gemeenschappelijke of zelf van bovenaf een beslissing over gemaakt worden. Dus daar moet je geen zorgen in maken. Ik geef het maar mee ter info. Nog een paar extra dingetjes. Hè. We hebben net een hoop commando's gezien. Ik ga er een paar dingetjes aan toevoegen. Wat je ook kan doen, en dat is misschien wel heel interessant, we hebben die checkouts gezien in de functie van branches, om te switchen naar een andere branch. Wat je ook kan doen, is git checkout en dan een specifieke commit hash. Daar hebben we nog niet over gesproken, maar een commit hash is eigenlijk een soort van identifier, die ga ik straks eens tonen, op GitHub bijvoorbeeld, van elke commit, die heeft een commit hash. Dus dat is gewoon dat je kan zien welke commit dat is. En met dit commando kan je eigenlijk een specifieke commit ophalen van een remote repository. Dus stel dat je niet alles wilt poelen, of ja, fetchen en mergen, dan kun je dat gewoon met dit doen. Dat is interessant om eens mee te prutsen. En wat ik daarnet ook al gezegd heb, sommige dingen wilt je misschien niet toevoegen aan je remote repository. Daarvoor bestaat er een git ignore. Dat ga je wel zien in je mappenstructuur, dat is een hidden folder. En daarin, een hidden file, en daarin zet je eigenlijk alle files die je niet wilt toegevoegd worden. In de context van development is dat meestal dingen zoals classpaths van Java of zo, dat je dat sowieso individueel moet hebben, dat dat niet werkt bij andere mensen als je dezelfde classpath hebt, dus die moet je niet daarin zetten. Of bepaalde libraries, die moet je ook daar niet inzetten. Als je meer naar de kant van IT operations kijkt, je kunt bijvoorbeeld in je werkfolder een VirtualBox image hebben of een VDI of zo. Dat zijn hele grote bestanden. Je wilt die waarschijnlijk niet mee pushen. Je kunt ook zo van die .env variabelen hebben die geen, als je bijvoorbeeld een wachtwoord hebt, dat je dat niet in je code zet, maar dat je dat in een apart mapje zet of een folderke, dat je niet mee pusht. Dat kan je allemaal doen aan de hand van gitignore. Nog een interessant commando, we hebben daarnet gezien, hè, om van je working directory naar je lokale repository, maar ik kan even bijhalen, ik ben de naam even kwijt, om naar je staging te gaan, hè. Je git add en dan gebruik je git commits om van je staging area naar je lokale repository te gaan. Hè. Je kan dat in principe ook gewoon in één commando doen. Hè. Want vaak is de workflow zo dat je gewoon git pull, git add, git commit message en dan git push doet. Wat dat je kan doen om dat te verminderen is van de eerste keer git commit optie AM message. Hè. Dat is eigenlijk het samentrekken van de add en de commit. Dus dat kan u een beetje tijd besparen. Je kunt dat zeker eens uitproberen. Ik zelf doe dat niet, omdat ik eigenlijk altijd een beetje vergeet dat dat bestaat. Maar het is wel zeer handig. Wat je ook kan doen met Git, en dat is heel interessant, zeker als je meer specifieke dingen begint te doen, is je kunt aliasen maken. Wat zijn aliasen? Wel, dat zijn eigenlijk commando's die je mapt naar een bepaalde alias. Bijvoorbeeld in dit geval kan je doen git config global alias punt en dan de naam van je alias. Dit voorbeeld is nu alias kort. En dan zet je daarin het commando dat je uitvoert met de alias. Hè. Dus in dit geval, wat we het daarnet over hadden, dat je zowel add als commit, dat is eigenlijk een verkorte versie van add en commit. Als ik nu git kort doe en dan mijn message, dan gaat hij eigenlijk automatisch dit commando uitvoeren. Dat kan u een beetje tijd besparen in de long run. En dat kan ook gewoon leuk zijn voor u om uw workflow een beetje aan te passen. Dat je iets efficiënter werkt. En het is een keer iets anders. Je kan daar de naam naar geven dat je wilt, zo descriptief als dat je wilt. Je kan ook gewoon in plaats van punt kort gewoon AM doen. En dan gaat hij gewoon dat ook allemaal doen. Dat is een beetje zelf instellen. Dat zijn dus allemaal opties. Zoals gezegd, Git heeft er veel. Je hoeft ze zeker allemaal niet te kennen. Dit is de basis, maar er zijn er heel veel. Straks heb ik ook een linkje in de PowerPoint. Staat er een linkje naar de documentatie van Git zelf. Zeker ook eens interessant om te bekijken. Nu,
Wat ik ook nog ga meegeven, er zijn een paar andere termen die je waarschijnlijk nog gaat horen, die wij nu niet behandelen. Ik zal ze even overlopen. Dingen zoals cherrypicking, wat is dat? Een beetje gelijkaardig aan die checkout van een specifieke commit, hè. Cherrypicking wil zeggen, oké, er zijn bepaalde dingen die ik van de promoter poster bijvoorbeeld wil afhalen. Ik ga die selecteren. Dat is het concept van cherrypicking. Je hebt ook rebasing en je hebt ook stashing. Die rebasing ga je als developer wel een beetje meer tegenkomen. Gaan we nu niet echt behandelen. En stashing ga je ook niet echt veel tegenkomen. Maar dat is een soort van. Beeld u in. Ik ga even de figuur erbij halen. Stashing wil zeggen dat je bijvoorbeeld hier een vijfde zone hebt, zeg maar. Die losstaat van je working directory. Beeld je in dat je in je working directory een mapje hebt staan dat je eigenlijk niet wilt stagen en ook niet in je repository wil zetten, maar dat je misschien later wel nog wil gebruiken, maar niet per se nu. Dan kan je dat in je stash zetten. Dan gaat dat niet mee gestaged of gecommit worden, maar dan ga je dat ook niet, dan gaat dat wel bewaard blijven eigenlijk. Dus dat is ook een interessant commando om te onthouden. Wie weet gebruik je het ooit, die stashing. En dan denk ik dat ik aan het einde ben van mijn verhaal. Zijn er nog mensen die vraagjes hebben of mensen die graag een beetje meer uitleg willen over iets? Kan je een lijst met de commit hashes opvragen via de CLI? Vraagt Arno. Ik denk dat wel. We hebben dat hier nu niet ingestoken, maar dat zal ik straks eens opzoeken. Ik zal het je laten weten, maar dat denk ik wel. Aangezien dat je dat commando hebt van daarnet via de checkout commit hash, vermoed ik wel dat er ook een gelijkaardig commando is. Ik denk deze link, maar ik zal de PowerPoint ook nog delen met jullie. Ik ga eens kijken of dat via Discord kan, anders ga ik het ook in de SharePoint zetten samen met de opname. Hier is de Git-documentatie en hier zijn een paar andere basic guidelines of de basic commando's nog eens herhaald en misschien iets meer in detail uitgelegd dan dat ik hier heb kunnen doen. Maar dat lijkt mij zeker mogelijk. Een lijst met. Ja, dat is zeker wel mogelijk, denk ik. Maar dat ga ik eens opzoeken en dat ga ik nog in deze channel zetten straks anders. Zijn er nog mensen met vraagjes? Want anders zou ik gewoon even een hele korte demonstratie geven van hoe dat je concreet werkt met die. Want we hebben nu alle commando's gezien. Maar ik zou ook eens tonen dat dat dan precies in zijn werk gaat op een Windows. Aangezien ik op een Windows-computer zit hier, ik vermoed de meeste mensen in de richting nog wel. Via Git Bash dan. Via Mac en Linux is dat via de terminal. Maar de commando's zijn natuurlijk gewoon exact dezelfde. Het is gewoon een beetje een andere werkwijze. Ik ga nog even wachten als er mensen zijn die vraagjes aan het uittypen zijn. En anders ga ik eens kort tonen. Er is ook. Ah, oei, heb ik iets gemist? Er is ook een chat in lokaal 1. Ah ja, wacht. Ik denk dat ik een boomer ben. Ja, wacht. Oei. Waar is die chatknop hier? Waar moet je daarvoor op klikken? Ik voel me echt heel oud nu. Ah, wacht. Ja. Oké, ik ben een beetje simpel. Ah, kijk. Ja, ik ben de hele tijd per ongeluk aan het negeren. Shit, oké, sorry. Iemand zegt go, Alexander. Ah ja, dat was. Ja, amai. Oké, kan je eigenlijk poelen op een sidebranch? Ja, dat kan zeker. Ik heb die vraag niet gezien, sorry. Ik zal even de figuur er terug bij halen. Dus beeld u in. Wacht maar, wat bedoel je dan met poelen? Want als je op een sidebranch zit, is het dan dit dat je bedoelt? Het is een andere branch dan de main. Dan kan je poelen van de branch waar je op zit, maar je kan niet zomaar dit doen. Want ja, daarvoor moet je wel mergen. Je moet wel op je branch blijven. Maar je kan wel switchen van branches natuurlijk, hè. Nog even en je kan je inschrijven bij Hoe Incompetent. Ja, moet ik nog even mijn best voor doen, daar zit ik nog niet. Maar het komt wel in de buurt. Ja, maar dat is gewoon door de leeftijd, denk ik. Sorry, Benny. En ik ga je ook een ween-emoji geven. Ja, graag gedaan. Ik zou het nog even voor de zekerheid opzoeken, maar ik denk wel dat dat is hoe het werkt, zoals ik het uitgelegd heb. Maar heb ik nog vragen gemist? Ik denk het niet. Oké, goed. Ik ga even scrollen naar beneden. Ik denk dan dat we alles overlopen hebben. Hopelijk was dat al een beetje. Je voelt eigenlijk op u. Ah! Oké, heb ik het fout uitgelegd? Op uw hele repository.
Ja, mijn developer-collega's kunnen mij misschien een beetje bijstaan als ik iets fout zeg. Zullen we niet anders? Ja, dat is ook zeker een goed idee, Nio. Ik ging het eigenlijk alle twee doen. Maar ik was ook nog van plan om misschien op YouTube eerder een soort van reeksje te maken. Want dit is gewoon een hele lange opname met alle info erin. Maar misschien is het ook interessant om gewoon kleine video's te maken per topic, zodat je gewoon heel snel kan de workflow in één keer zien. Voor de aandachtspannen is dat ook handig. Ik zou dat zelf ook moeilijk hebben om een uur te kijken. Maar dat is wel sowieso een idee. Ik ben het sowieso aan het opnemen. Ik ga het dan wel op beide zetten, denk ik, sowieso. En dan kun je ook nog die kleine segmentjes doen. Misschien zo'n playlistje. De volgende vragen zijn pas voor na de demo. Alright, goed. Het is een hele korte demo. Het is echt super basic, maar ik ga het even tonen dat je toch een idee hebt van hoe dat in zijn werk gaat. Nu, hoe werkt het precies? Ik ga even gewoon mijn mappenstructuur tonen, hè, dus even mijn persoonlijke info lekken. Ik heb bijvoorbeeld een mapje. Hier in mijn mappenstructuur. Dat zit nu op mijn OneDrive, maar dat maakt helemaal niet uit wat dat is. En ik zit hier. Dit is eigenlijk al een reeds gemaakte lokale repository. Hè. En ik heb die ook al op GitHub staan. Dus ik ga die ook even tonen. Hier zie je deze repository. Dat is mijn persoonlijke GitHub-account. Dus het is niet van school, maar dat is gewoon om te tonen. Dus hier zie je mijn repository. Hè. En momenteel staat er maar één file in. Je ziet dat op die GitHub hier. Een readme.md markdown-file. Die zit je hier ook. Er staat enkel twee regeltjes in. Markdown, een titeltje. GitHub dan demo. En dan, dit is een demo GitHub-repository. Super basic. Maar die is dus gelinkt aan de hand van. Dus ik heb dat gepoeld al en gekloond al reeds. En met deze SSH-sleutelpaar gemaakt. Allemaal gedaan. En dan kan je dat hier doen. Dus dit is exact dezelfde README-file in Markdown. Kan je even opendoen Visual Studio Code. Die kan je hier zien. Right, dus dat is de basic setup. Nu, eens dat je Git geïnstalleerd hebt op je computer. Nogmaals, dat behandelen we hier niet, want dat is niet zo moeilijk. Kan je. In een bepaalde folder, je kan je terminal open doen, dat kan je allemaal wel. Dan kan je ook een git bash open doen. En dat ziet er dan uit als volgt. En dus je ziet de map waar dat je in staat, en dan zit je eigenlijk ook in een terminal sessie. En wat dat je dan kan doen, dan heb je ook, sinds dat je git hebt gedaan, dan heb je al die git commando's. Een interessante die je altijd eens kan doen, is git status. Ik zal even misschien op fullscreen zetten, dat is misschien wat kleiner voor jullie. Dat is misschien nog kleiner eigenlijk, nevermind. Dat is niet zo slim, oké. Okay. Dus je hebt de git status, kan je gewoon zo houden. En dan zie je hier, daar geeft hij info weer van wat de status is van git, redelijk wat info. Er staat gewoon on branch main, dus ik heb maar één branch en mijn branch is up-to-date. Nothing to commit, working quickly. Dus eigenlijk ben ik up-to-date met de remote repository die we hier hebben op GitHub. Wat we dan kunnen doen bijvoorbeeld is, beeld u in dat kan eender wat zijn, dat kan code zijn, maar in dit geval is het een markdown-file. Ik doe die open in Visual Studio Code. En je kunt erin werken. Hè? Dus ik ben aan het werken. En ik zeg bijvoorbeeld, amai, ik heb veel werk gedaan vandaag. Vandaag. Met een mooi uitroepteken. En dan sla je dat op. Ik krijg allemaal meldingen van GitHub Copilot. Dat mag je negeren. Alright. Dus dat heb ik opgeslagen. Dus nu is er eigenlijk een verschil tussen mijn working directory. En mijn staging. En mijn local repository. En ook mijn remote repository. Als we dan teruggaan naar die terminal en ik zeg, oké, wat is nu die git status? Legt hij, ah, kijk, er zijn changes not staged for commit. En dan toont hij welke file dat er aangepast is. En dan kan ik zeggen, oké, ja, ik wil eigenlijk wel dat die gestaged wordt. Dan doe ik git add om te stagen. Ik kan punt doen om alles toe te voegen. Of ik kan ook de specifieke file benoemen. Dus dat is readme.md. Je kunt ook met tab autocompleten, als je te lui bent, zoals ik. Hè. En dan add je dat. En nu is dat gestaged. Hè. Als je dan kijkt naar de git status, dan staat er, oké, okay, changes to be committed. En dan zie je dat die aangepast is en dat die in de staging staan. Je ziet het daar ook al staan. Hè. Als je het wilt unstagen, kun je git restore doen. Dat is ook een manier om die file terug eruit te zetten naar je working directory. De volgende stap is, oké, we zullen daar eens committen en we zullen daar eens doen, dan doen we git commit. En dan moeten we natuurlijk ook wel een message meegeven. In dit geval
Kijk, ja, je moet dat dus normaal gezien moet je daar een heel mooie descriptieve message aan toevoegen. Ik zal gewoon zeggen, amai, wat een, ja, dat hoeft niet. Amai, mooie message. En dan gaan we dat committen. Dan zie je hier ook, hè, file changed. Hè. En als je dan git status doet, kan je terug eens kijken. Oké, we zitten op de main branch hier. Er is niks meer om te committen, maar onze branch is ahead van de origin main. Hè. Dus dat is de remote repository. Want je ziet, hè, ik heb het nu op mijn lokale repository staan. Maar het is niet wat op mijn lokale repository staat, dat op die GitHub hier al staat. Om dat te verkrijgen, dan moet je nog eens een git push doen, hè. Dus dat gaan we gewoon doen. Nu, omdat dat gelinkt is, moet je niet meer meegeven naar welke origin en naar welke dingen dat je pusht. Dat is al automatisch. Dus als ik nu gewoon git push doe, gaat hij nu pushen. En dan gaat hij ook mijn lokale repository pushen naar de GitHub. Dus als ik nu de pagina refresh, kan je zien, amai, ik heb veel werk gedaan vandaag. En dit is trouwens de commit hash waarover dat we het hadden. Dus je kan zien, ik heb in totaal al 3 commits op mijn hele repository. Dat is wel het handige van GitHub, je kan daar een overzicht van krijgen. Ah, ik ben wel nog ingelogd op mijn Magento account. Oké, dat is niet de bedoeling, maar dat is ook wel mooi. Dus dit is een mooi voorbeeld van hoe dat je kan zien dat je met meerdere mensen kan samenwerken. Dus dit is mijn persoonlijke GitHub en dat is mijn Magento GitHub account. Dat is dus omdat ik nog niet cracked ben ingelogd. Maar kijk, je ziet dus mooi, hè, dus beeld u in dat je dan met meerdere mensen samenwerkt, kun je altijd mooi zien elke commit hash en wat er gebeurd is. De messages zijn niet zo descriptief, maar ja, dat is dus wel de bedoeling dat dat wel zo is. Wat we ook kunnen doen, hè, beeld u in, ik ga dat nu heel simpel houden, hoeft niet. Beeld in dat iemand anders changes maakt aan de remote repository. Ik ga nu niet in een andere computer maken, maar ik ga gewoon rechtstreeks die markdown aanpassen. Hè. Stel dat wij hier zeggen, goh ja, ik vond eigenlijk niet zo'n mooie regel. Ik ga die terug wegdoen. Ik vind dat niet zo mooi. En dan commit changes. Nu, dat is gewoon met de GitHub interface. Dat is praktisch hetzelfde als dat aanpassen op een computer, maar dat werkt net iets anders. Maar je moet ook wel een message meegeven. Dus ik zeg, ja, iets reeds mee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Natuurlijk, altijd descriptief, hè, maar in dit geval maakt het niet zoveel uit. En dan zeg je, oké, ik heb een regel verwijderd. Hè. Dat is dus ook weer al niet zo descriptief, maar het is maar om te testen. En dan kan je bijvoorbeeld ook zien, hè, commit on main branch of een nieuwe branch maken. Ja, in dit geval ga ik gewoon rechtstreeks committen. En dan zie je dat dus de remote repository aangepast is. Hè. Dus die is nu weer anders. Als ik dan terug ga, hè, dus ik open mijn git bash in deze map waar ik mijn git store, hier, en dan zit ik hierin. Als ik dan weer eens git status doe, oké, ja, ik zie niks, maar dan moet ik wel eens kijken, oké, ben ik wel up-to-date met de remote repository, hè? Dus ik doe git pull, en onthoud, hè, pull is eigenlijk een fetch en een merge. En wat gebeurt er dan? Oké, we zien hier, hè, hij heeft iets gedaan, de README is aangepast. Ja, we eens dubbel checken, is dat wel effectief zo? Oeps. Ja, oké. Ah ja, kijk, dat regeltje is weg. Dus dat is een beetje de super basic workflow van hoe dat dan werkt. Hè. Dus nu hebben we een keer vanuit de lokale repository gepusht en hebben we ook eens gepoeld van de remote repository gepoeld naar de lokale. En dat is eigenlijk de super basic. Het is nu wel met nutteloze files en niks descriptief, maar dat is dus exact hetzelfde als het met gecode zou werken, of met een script, of met een tekstbestand, of met een markdownbestand. Dus in plaats van dat ik gewoon één regeltje verwijderd heb, zou ik ook gewoon een hele feature toegevoegd kunnen hebben, een stuk van een script aangepast hebben, you name it. Dat werkt allemaal op dezelfde manier. Dus dat is een beetje hoe dat je dat heel basic doet. Voor mij en mijn projectwerk doe ik eigenlijk altijd hetzelfde. Eigenlijk doe ik git add. Je bestanden, meestal punt, want ik verander enkel bestanden die ik wil toevoegen. Dan doe je git commit en dan doe je git push en dan is je safe. En dat is zo'n beetje, dat is de basic uitleg. Zijn er hier nog vraagjes over? Nogmaals, die git bash, dat is gewoon puur omdat je, als je git downloadt, krijg je die. Ik denk, dan ga ik even dubbel checken, maar ik denk dat je ook gewoon, eens dat je git gedownload hebt, dat je dat gewoon in je Windows PowerShell ook kan doen, normaal gezien, die git-commando's uitvoeren. Ja, inderdaad, dat werkt ook gewoon. Maar ik vind het persoonlijk iets mooier met die git bash. Ik weet niet waarom. In mijn hoofd is dat dan iets meer gescheiden van PowerShell. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En op Mac en Linux is dat dus gewoon rechtstreeks in je terminal. Op die Unix-systemen, dat is ook gewoon
redelijk voor de hand liggend. Ik zal even de PowerPoint opzetten. Dus ja, ik denk dat dat in grote lijnen zo'n beetje was. Ik ga ook nog even hier blijven voor als jullie nog vraagjes hebben, sowieso. Zoals gezegd, de opname komt online, zowel op de SharePoint die ik ga delen, als op het YouTube-kanaal van ITLab. Zodat jullie ook allemaal kunnen bekijken. En ik denk ook dat ik dan nog een soort van serietje ga maken, waarin dat ik in plaats van deze hele video met alle uitleg, gewoon heel specifiek bepaalde workflow-stukjes ga uitlichten. En dan gewoon dat je een video van een minuutje hebt, waar je gewoon direct ziet, oké, dit is de bedoeling, dit is de setting, zo werkt het. Ik dacht dat Benny misschien nog wat vragen had. Die was aan het typen, ik ga nog zo een beetje wachten. Een branch na merge delete, how? Ik denk, heb ik dat er niet in gezet? Daar ben ik er vergeten in te zetten. Maar dat heb ik hier wel staan. Dus daar moet je natuurlijk wel ook mee opletten. Een branch delete na een merge, want soms wil je ook wel die history behouden. Maar als je echt zegt, van, ja, die branch, dat was zo'n rol, trekt op niks en het verwart ons meer, dan wat anders, dan gaan we die gewoon verwijderen. En dat kan je doen aan de hand van het commando. Dus we hebben daarnet gezien, even terug naar de branches. Dus hier, als je bijvoorbeeld, dus hier de git branch optie B was om een nieuwe branch aan te maken en dan te wisselen daarnaar. Als je dezelfde commando uitvoert, ik ga het even gewoon zo aanpassen. Als je dit commando uitvoert, dan verwijder je deze branch. Nu, nogmaals, let daar een beetje mee op, want dat wil je niet altijd doen. Dus dat hangt natuurlijk af van team. Als je je eigen GitHub repo hebt en je zegt, ja, dat interesseert me niet wat ik met die branch gedaan heb, het is toch gewoon voor te testen, by all means verwijder die. Maar meestal is het wel mooi om te zien in je GitHub history, in die version control system, wat er precies allemaal gebeurd is achteraf. Kijk, voilà. Dat werkt dus. Op die manier verwijder je ze ook. Bij branching is het vooral belangrijk dat je goed nadenkt wat je wilt bereiken, dat je niet zomaar branches aanmaakt. Maar als je een nieuwe feature wilt toevoegen, iets wilt testen, bugs wilt fixen, of gewoon ja, iets wil uit. Ja, je kiest dat zelf een beetje, maar daar kan je zeker branches voor gebruiken. En als de history van de branch niet zo nauw aan het hart ligt, mag je die zeker verwijderen op die manier. Branch delete wordt soms gedaan voor feature branches, maar zelden manueel. Maar kijk, voilà. Well, ja, kijk, ik zit ook in ops. Maar ja, pas op, dat kan nog altijd handig zijn. En daarbij, nogmaals, het is niet omdat je in ops zit dat je niks moet weten van development en omgekeerd. Hè. Ik vind dat zelf ook heel interessant. Maar Git is handig voor iedereen. Ik ga die PowerPoint sowieso nog delen, dat je die links ook hebt. Maar dat zijn gewoon, ik zal ze even tonen anders. Ik ga ze even openzetten. Nou ja, wacht, mijn browser staat op de andere tabblad. Of niet? Ah, nee. Oké, dus ik zal wel even tonen. Dus de eerste link, die heb ik van Nio geleend. Hè. Dat is een zeer handige link om eens te kijken wat er allemaal gebeurt bij specifieke commando's. Ik ga altijd eens gebruiken om op te frissen. Het is natuurlijk in het Engels, hè, dat is heel logisch. Maar hier heb je ook altijd zo'n mooie printjes dat je kan zien. Ik denk dat we de meeste hier behandeld hebben. Een rebase is nog net iets meer anders. En een tag is ook wel iets dat we niet echt gezien hebben. Maar die kan je daar ook allemaal bekijken. Dan heb ik ook de officiële documentatie van Git bijgezet. Dat is wel heel, heel exhaustief natuurlijk, want dat is heel groot. Maar als je echt eens wilt kijken naar dingen, ga je ook wel via deze link alles kunnen zien. Je kunt ook de manpages raadplegen als je op een Linux systeem zit. Ook altijd leuk. Die heb ik ook bijgesteld. En dan heb ik nog deze link. Dat is een meer toegepaste link. Dat is van Atlassian. Dat zijn de mannen van Jira, als ik het me goed herinner. Die hebben hier ook een soort van stappenplan. En dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag ook behandeld hebben. Maar op een andere manier uitgelegd. In het Engels wel. Een beetje dezelfde dingen. Ook een paar checkcommando's die we niet allemaal behandeld hebben. Hè. Dus dat is ook altijd wel eens interessant om te lezen. Git diff staat hier ook bij. Die tags hebben wij niet behandeld. Dat kan je ook allemaal lezen hier. Er zijn zo nog veel dingen op het internet. Er is heel veel informatie beschikbaar. Maar dit zijn zo wat de snelle go-to's.
die we ook wel willen delen met jullie. Oké, dan denk ik dat ik mijn verhaal gedaan heb. Daar ga ik nog een beetje rondhangen voor als er vragen zijn. Bedankt allemaal voor te komen, sowieso ook. Ik hoop dat het een beetje leerrijk was, dat je er iets aan gehad hebt. Mocht je daar nog vragen over hebben, niet alleen over Git, maar over gerelateerde problemen, mag je zeker altijd het IT-lab contacteren. Mij helpen nu graag. En als we het zelf niet weten, gaan we het ook wel opzoeken of navragen bij mensen waarvan we weten dat ze het wel weten. Dus als je mij iets zit, kom gerust langs, daarvoor zijn we er. En als er geen vragen meer zijn, dan zou ik zeggen: geniet nog van uw avond, geniet van uw weekend en smakelijk eten ook. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ik ga de opname hier ook stoppen, en die komt dan ook wel beschikbaar.